En op de zesde plaats dus, zoals ik zei, Shelley Reed. Zevende Monica Holster. Achtste Fusaro, negende Schieven en tiende Andrea Eriks. Dat is de situatie. Dit is Ok Joon Han uit Noord-Korea. Afkomstig uit de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. En haar tegenstander in de binnenbaan is de enige Zweedse vertegenwoordigster op de 500 meter, Jasmin Kroon. Geen sprinter, meer een allrounder. Ze is allround kampioen van Zweden. Ze was achtste bij het Europees kampioenschap allround onlangs. Allebei hebben ze persoonlijke recordtijden staan van in de 43 seconden. En het doel zal zijn van allebei om die tijden te verbeteren. De waarschuwing was voor Kroon. Geen valse start, begrijpt u me niet verkeerd, een waarschuwing slecht. Goed gestart, maar je kunt gewoon aan de start van deze vrouwen zien dat die minder vinnig, minder snelheid in zich heeft dan wat we bij de beteren hebben gezien. Kijk maar, 11.5 om 11.7. Maar nogmaals, hier gaat het eigenlijk alleen maar in eerste instantie om een verbetering van de persoonlijke recordtijden die in de 43 seconden liggen. En dat zit er met een opening van 11.5 nog wel in. Noord-Koreaanse kan binnen doorkomen. Minst in evenwicht blijven, kan de rit tegen dan pakken, dat doet ze heel goed. Opvallend weinig problemen met die laatste binnenbocht bij het vrouwenschaatsen. De tijd van Han, 42.25 en 42.81 voor Jasmin Kroon. Opnieuw dus allebei de rijders een verbetering van het persoonlijk record. Ja, en het wordt vervelend om het steeds te moeten herhalen, maar...